20 seconden. Deelnemers, start vrij. En dan gaan ze alweer naar de baan, dames en heren. Personeelsadviesbureau Lab Leekprijs. Favoriet is de 4, Franka Steenwijk. Deelnemers nu op de baan. En de start is gevallen. Deelnemers zijn onderweg. Het begint met een galopade voor El Niño. El Niño maakt een fout en andere deelnemers kunnen er allemaal omheen. Gelukkig maar, want het ging links en rechts om El Niño heen. En de paarden gaan op weg naar de eerste bocht en de leiding is voor Final Magic. Tot even wachten, dames en heren, tot we iets meer zicht hebben. De paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. En dan leidt Final Magic en die wordt aan de buitenzijde nu aangevallen door Danny de Dubbel. En die gaat voorbij met Aren Loren. Aren Loren, daarachter Final Magic. Daarachter op de derde plaats ligt daar de tweede met Branko de Eef. Vierde plaats is voor Dani ten Sijp. Aan de buitenkant Chris Sandersman. En daarachter Franka Steenwijk. Die laat een klein gaatje vallen, wordt aan de buitenkant nu gepasseerd door Borka Ling. En André Bakker moest daar heel voorzichtig door die bocht helpen. Net in het voorwerk ging het heel vloeiend. Galopade van Final Magic. Uitgezaakt paard nummer 2 galop. En die is eruit. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Groter wordt de voorsprong voor Danny de Dubbelde met Aren Loren. Aren Loren daarachter op de tweede plaats. Branko de Eef. Derde plaats daarachter is voor Dani ten Sijpen. Vierde plaats voor Chris Sandersman. Daarachter Borka Ling. En aan de buitenkant daarachter gaat van de benen. Franka Steenwijk die wilde net in aanval gaan. En die ging daarbij kort van de benen. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde weer in. Franka de Eef leidt. Daarachter op de tweede plaats ligt Dani ten Sijpen. Dan Chris Sandersman. Daarachter Borka Ling. En dan een heel groot gat naar de rest van het veld. En zo gaan de paarden weg naar de linkerbocht. Gaan weer een deelnemer van de benen. En er gebeurt genoeg in deze koers, maar één deelnemer trekt zich daar helemaal niks van aan. Die heeft een grotere wordende voorsprong. En die is inmiddels alweer halverwege de rechte lijn voor de tribune. Nog één ronde te gaan nog maar. En dan is hij binnen. Dat is Danny den Dubbelen met Aren Loren. Aren Loren, daarachter op de tweede plaats ligt nog altijd Dani ter Sijpen. Buitenzijde Chris Sandersman, dan Branko de Eef. Daarachter volgt Borka Ling. En daarachter is het Franka Steenwijk met Final Magic. En zo gaan ze de rechte lijn overzijde in de koploper. Heeft het even niet makkelijk. Aren Loren had een paar mispasjes. Nu draaft hij weer en zo gaat hij op weg naar de laatste bocht. Eens kijken hoe hij de laatste bocht doorkomt. Daar zijn alle ogen straks op gericht. Heel groot gat naar plaats 2. Dat is nog altijd voor Dani ter Sijpen. En zo gaan de deelnemers de laatste bocht in. Leiding in handen van Aren Loren. En Aren Loren is inmiddels halverwege de laatste bocht. Aren Loren leidt. Daarachter op de tweede plaats volgt Dani ter Sijpen. En aan de buitenkant komt Branko de Eef. En zo gaan de deelnemers de laatste rechte lijn in. En het is helemaal alleen maar 3 gelopen. Aren Loren gaat hem met een straatvoorsprong winnen. Mooie overwinning voor Danny de Dubbelde. Een van de betere leerlingen in Nederland. Die wint hier. Branko de Eef voor tweede. En daarachter op plaats 3 aan de relingszijde. En uitgeschakeld paard nummer 7. Danny Ter Sijpen. En voor Chris Sandersman.